dames en heren. Welkom bij weer een potje voetbal. Anderlecht is het warmste vandaag op het programma in de tweede aflevering van Speltipcarrière mode Anderlecht onderwegs tot de Bergen. Het constant van de stokstadion is het niet, maar het is al sinds wel een mooi degelijk stadion dat er toch wel op lijkt. Barikopa staat in de goal, want je weet, Protto is zoeken voor 5 miljoen euro aan granaten. Scheidsrechter is Gijsbert de Klerk, nog nooit van gehoord en daar is de mooie bal die de aftrap gaat geven in deze wedstrijd. Zottewaarheim. Wat doet Zottewaarheim? Oké, we zijn nu begonnen. Ja, mooie pas. Zottewaarheim, ja. Klasson. Klasson gaat hij bewijzen. Oh my god. Wat pas. Oh my god. Wat staat die vrede daar stil te doen? Gijsbert. Oh, die schakelt gewoon hem verder. Maar dan moet hij alleen maar voor goal in. Moet hem erin schieten. Nou. Gelukkig tegen de zijnet. Of anders was het 0-1. Zottewaarheim. Daar gaat onrecht. Onrecht moest scoren, maar het kan niet scoren, want de bal was te lang. Tja, Zottewaarheim met dat weer. Troisi. 4 man van Anderlecht ertussen en dan draait het er eigenlijk op niks uit dan Verschot en ernaast. Penalty! Oh my god, dat ik niet zien aankomen. Oh, is dat een penalty? Dat is nog geen motherfucking penalty, man. Dit is geen penalty. Oké. Kopa tegen de speler van Zottewaarheim. Anderlecht kan al na 19 minuten op achterstand komen. Troisi met de penalty. Ultra spannend. En hij schiet hem erin. Rechtdoor. En ik dacht dat hij naar rechts schoot. Maar het is wel 0-1 voor Zottewaarheim in onze eerste competitiematch van dit nieuwe seizoen. Begint wel goed, zou ik zeggen. Kopa natuurlijk ontgoocheld. Kijk even naar de herhaling. Hupsa. En dan recht in het midden binnengeschoten. Oh, daar gaat Mitrovskis. Ik kan die naam niet uitspreken. We lopen naar Jar. Mitrovic, ja, daar. Oeh, hij zit erin. Hij zit erin, het is 1-1. Praat, oh my god. 22 minuten. Buitenspel. What the fuck. Buitenspel. Ha, stomme lul. Zo blijft het. 0-1. Ja, daar gaat onderweg 2 met de voorzet. En die gaat niet erin. Nadjar weer met een voorzet, hupsa, maar in de handen op bezoek. Onderweg 2 met Nadjar, altijd via Nadjar, blijkbaar. Nadjar met een voorzet, lange steekpas, draait op niks uit. RC, en in de hand van Bosuit. 0-1 is de ruststand. Oh, daar gaat een Sakala, ja, oeh, weggewerkt. Daar gaat Praat ook met een voorzet, en die voorzet draait op niks uit. Lucien, mooi afgelegd, De Voer! Oh, de redding van het doelman, de redding van Bosuit was te verstaan. Daar gaat Zottewaarheim zien bij. Betekken, maar het lukt niet. Ja, en dan Verschot. Oeh, en dan erover. Gelukkig, maar dat was een grote kans voor Zottewaarheim. Daar gaat onderweg weer naar Jam met een voorzet. Hupsa, prawa. RC, ja, moet hem erin schieten. Oh, wat een kans. Wat een verkwistelde kans. De Voer, RC. Alvarez. Ja, moet schieten. Oh, op de doelman. Praat. Ja, er draait nog niks uit. 0-1 is eindstand van onderweg te worden hem. Als eerste wordt van het seizoen verliezen we dus. Dus ik dacht, laten we op zoek gaan naar een speler. Brian Ruiz, ken je hem misschien nog van vroeger bij Agent? Ik heb een bot gedaan, maar die leek net overgekomen te zijn naar Southampton. Dus die kosten we niet koop. Dus dacht ik aan Cyril Thierry. Ook nog ex-Anderlecht speler, maar daar bleek het weer. Hetzelfde verhaal. Ook nog maar net bij zijn nieuwe ploeg Udinese of wat is dat. En dus ook geen aankoopoptie. Dan heb ik besloten om de opstelling wat te wijzigen. Conte. Nee. Nadja verwisselen. Wie gaan we erin brengen voor Nadjar? Syriac. Lerna. En die mag erin blijven. De Anderlecht Westerlo. De tweede match van de competitie. Het is toen dat we weer niet verliezen. Daar zie je de opstelling. Conte, Syriac, Mitrovic, Praat. Zijn de belangrijkste pion en de spits. Praat, Mitrovic, Syriac en Conte. Lerma, Tielemans. Ja, daar gaan we. Lerma, Mitrovic. Oh, mooi gedaan. Syriac kan je verkopen. Syriac, oh, goal. 0-1 onderweg. Na 6 minuten. Goal Syriac. Mooi erin geschoten. En we beginnen prima aan de wedstrijd, kan ik wel zeggen. Oh, Mitrovic.
Ja, Siriac, ja, wereld, dit moet de 0-2 worden gewoon. 0-2 en oh, hij schiet hem in. Spijtig. Mooie actie als je kijkt naar de herhaling. Ja, ja, Bestelo. En de redding van Koppa. Oeh, daar gaat Westerlo weer. Mooi afgeworden, die bel, Westerlo. Op zoek naar de gelijkmaker, maar 0-1. Na 37 minuten, ik weet ook niet wat dat erop deed. Maar daar gaat Westerlo. Oeh, overtreding, is dat penalty? Nee, gelukkig. Praat. Praat, Mitrovic. Ja. Opstaan op de paal, godverdomme. Ja, Westerlo. Je moet oppassen dat we geen tegengoal mee krijgen. 10 minuten voor tijd en dat draait op niks uit. Op het dak van het goal. Siriac. Siriac moet schieten. Ja, legt hem af. Komt hij prima kans. Oh, net te laat. Net te veel tijd genomen dan praat. Met de voorzet, maar draait op niks uit. Dank je voor het kijken. Dit was deel 2 van Split Up Game met onderweg. We hebben 2 matchen gezien en we hebben 3 op 6. Niet zo'n goed resultaat, maar toch een goed begin. Dank u.